Goedemorgen allemaal. Welkom bij het webinar waarin we de impact van organisatieomvang op de employee experience gaan bespreken. Voordat we de inhoud induiken, moet ik even we natuurlijk toelichten. Met we bedoel ik mezelf, Robert Mentink. Ik werk als business manager op het gebied van employee experience binnen Integron. En ik ben vandaag niet alleen. Zeker niet. Mijn naam is Joep Kats. Ik ben sales consultant employee experience binnen Integron. En dat wil zeggen dat ik me voornamelijk aan de voorkant bezighoud met het voeren van gesprekken met organisaties waar de wensen, behoeften en uitdagingen liggen op het gebied van de medewerkerbeleving. Hoe Integron dat in kaart kan brengen en welke impact we daar ook mee kunnen maken. Ja. Dus dat ben ik. Nou, dank Joep. En gezamenlijk presenteren wij dus deze resultaten, of in ieder geval de impact van die organisatiegrootte op de employee experience. En we hebben gekozen voor de werktitel groter is niet altijd beter. Omdat we ook wel zien dat, een beetje afhankelijk van generatie, type medewerker, hoe lang je in dienst bent, is een grotere organisatie voor jou fijner, passender dan een kleinere organisatie. Maar dat kan ook zeker andersom zijn. En waarom hebben we nou dit specifieke onderwerp gekozen? Dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Aan de ene kant wordt hier relatief weinig over geschreven. Als je LinkedIn opent, als je kijkt op HR Community of CHRO of HR Praktijk, komen er onwijs veel voorbeelden voor over werkgeluk, over vitaliteit, over, nou, je wordt helemaal doodgegooid met de Gen Z-experts tegenwoordig. Daar wordt onwijs veel over geschreven, maar niet zozeer over de omvang, van een organisatie op medewerkerbeleving. Terwijl wij ook vanuit onze bestaande praktijk bij allerlei soorten organisaties komen, van kleine organisaties tot en met grote corporates. En daar zie je altijd wel hetzelfde gebeuren, zeker aan een directietafel. Van, hey, wat vertellen mij deze resultaten nou als ik voor 40 medewerkers verantwoordelijk ben of voor 4000. Wat is nou de context van bijvoorbeeld die generatie of mijn dienstverbanden of mijn werkdruk of mijn leiders die aan het solliciteren zijn, ja of nee? Nou, we hebben op al die dwarsverbanden hebben we gekeken wat is nou het verschil tussen die verschillende organisatiegroottes op al deze thema's. En de belangrijkste highlights die gaan we vandaag aan jullie presenteren in de komende 40 à 45 minuten. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust via de chat. We zullen die chat ook bijhouden. We zijn hier vandaag ook niet alleen. We hebben onze marketingcollega Daan in het webinar. Die zit achter de knoppen. Dus stel vragen, kunnen we die natuurlijk beantwoorden. Het webinar zelf zal ongeveer 40 à 45 minuten duren. En we gaan ook jullie op een aantal momenten interactief betrekken met een aantal vragen. Zodat iedereen ook lekker bij de les blijft en aangehaakt blijft bij dit webinar. Nou, genoeg over het waarom en over wie wij zijn. Laten we doorgaan naar de inhoud, want we presenteren namelijk een aantal zaken. Allereerst heel kort, wie is Integron nou als organisatie zijn? Dat is natuurlijk belangrijk. Maar laten we vooral de inhoud induiken over de employee experience in Nederland anno 2024. Wat nu de impact is van die verschillende organisatietypen op dit specifieke onderwerp. En als laatste geven we nog enkele tips en tricks mee hoe je een succesvolle employee experience opbouwt. En hoe wij geloven hoe je dat doet vanuit een programmagedachte. Heel kort over Integron. Korte introductie, wie we zijn, wat we doen. Nou, Integron is een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau. We werken vanuit Rotterdam. Dat doen we al meer dan 30 jaar. Werken we voor ruim 300 opdrachtgevers in binnen- en in buitenland. En dat doen we met 35 tot 40 betrokken en enthousiaste medewerkers die elke dag zich weer hard inzetten voor onze klanten. Nou, wij geloven erin dat het ene leidt tot het ander. Een tevreden medewerker kan leiden tot een tevreden klant, wat weer impact heeft op een hogere omzet en een hogere winst. Dat hebben wij niet zelf verzonnen, dat hebben wij geadopteerd vanuit het Service Profit Chain model. En dat model dat schetst dat je allereerst moet werken aan je interne servicekwaliteit. Dat betekent dat zijn je interne structuren, processen, systemen, hoe je bent georganiseerd. De basis daarvan moet echt op orde zijn. Als je dat goed hebt georganiseerd, kan dat leiden tot een medewerker die tevreden is. Een medewerker die tevreden is, wil een stapje extra zetten, toont loyaliteit en productiviteit. Wat weer de klant merkt en ziet, want als een klant een blije en gelukkige medewerker treft, ja, dan doet dat ook iets met die klant zelf, of die klant blijft, terugkeert. En of dat uiteindelijk resulteert dus dat die hogere omzet, winsten, dan wel een hoger bedrijfsresultaat, als je bijvoorbeeld binnen een publieke organisatie werkzaam bent. Nou, andere KPI's waar je dat kan afzien is bijvoorbeeld je verloop of je verzuim. Ja, als je medewerkerloyaliteit toeneemt, zullen dit soort zaken afnemen en je wordt aantrekkelijker als werkgever. Denk bijvoorbeeld aan het aantal referrals wat je binnenkrijgt vanuit je bestaande populatie. Aan de andere kant, aan de klantzijde zie je bijvoorbeeld klantbehoud. Klanten die gaan niet bij je weg, je voorkomt churn. Klanten gaan meer bij je afnemen, ze intensiveren. En klanten worden ambassadeurs van jouw organisatie, van jouw merk richting de markt. Nou,
Daar doen wij voor, daar geloven we in en daar zetten wij ons toch dagelijks voor in. Als we nu kijken naar werkbeleving in Nederland 2024, is het wel even goed om te schetsen waar wij deze data nou vandaan halen. Wij doen namelijk jaarlijks een grootschalig onderzoek onder duizenden respondenten in Nederland. En al die duizenden respondenten die kunnen we op verschillende manieren onderverdelen. Naar bijvoorbeeld branches, nou, je ziet hier die 13 sectoren in beeld, onder andere de retail, groothandel, onderwijs, zorg en welzijn. Maar ook naar allerlei verschillende dwarsdoorsneden. Denk aan hoe lang iemand een dienst is, bij wat voor type organisatie die werkt, een kleine of een grote. Maar ook in welke generatie die persoon zit, zeg maar, qua leeftijd. Tal van verschillende zaken. Of iemand leidinggevend is. Nou, al dat soort dwarsverbanden hebben we er vandaag ook bijgepakt om te zien wat dat doet dus met die perceptie richting de omvang van je organisatie. En het onderzoek doen we al voor het 15e jaar. Dus we kunnen wel echt wel met recht zeggen dat dit het grootste benchmark is van Nederland. Want ik ken geen enkel ander benchmark onderzoek wat al meer dan 15 jaar loopt. Dus dat is mooi om te zien. Dus we hebben kunnen putten uit een hele hoop historische data. En de KPI waarin wij geloven, die wij in ieder van onze onderzoeken gebruiken, dus ook zeker in dit onderzoek, is de Employee Net Promoter Score. Dat is de vraag, hoe waarschijnlijk is het dat je de organisatie zou aanbevelen aan anderen? Nou, dat aanbevelen toont een bepaalde mate van aan de ene kant tevredenheid, maar als je dat in sterke mate doet, toont het ook een bepaalde mate van enthousiasme, wat zich weer uit in een stukje loyaliteit en een stukje binding met jouw organisatie. Nou, die vraag, hè, in die vraag hebben we 11 antwoordmogelijkheden van 10 tot en met 0. Waarin we de 9 en de 10e clusteren als promoter, de 8e en de 7 als passief en de detractors, dat zijn degenen die een 6 of lager hebben geantwoord. Nou, die ENPS is het verschil tussen de promoters, dus de enthousiastelingen van de groep, minus de groep detractors van 6 tot lager. Wij gebruiken daarin het Amerikaanse model. Het Amerikaanse model is het model wat je hier op het scherm ziet. En daar is wereldwijd gezien wetenschappelijk ook de meeste onderbouwing voor te vinden. Zo zijn er verschillen tussen de 9 en de 8 en de 7 en de 6. Vandaar dat daar ook de knip zit tussen de drie groepen. Die zijn gewoon het grootst. Dus een detractor maakt niet zo heel erg veel uit of je nou een 6, een 2 of een 1 geeft. Voor een passive maakt het echt niet heel veel uit of die persoon een 7 of een 8 geeft. En voor die promoter een 10 of een 9, dat maakt ook niet zo heel erg veel uit. Er zijn ook organisaties en ook andere partijen die het Europese model gebruiken. In dat Europese model wordt de 8 ook een promoter en de 6 wordt ook een passive. Nou, ik geloof daar niet in. Ik geloof in de wetenschap. En de wetenschap zegt heel duidelijk dat de knip zit tussen de 9 en de 8 en de 7 en de 6. Dus wij gebruiken het Amerikaanse model ook omdat wij wereldwijd onderzoek doen. Dus wereldwijd gezien kan je zeker niet aankomen met een Europese ENPS. Want dat zegt eigenlijk voor die landen, maar ook eigenlijk vanwege de wetenschap, gewoon heel erg weinig. Voordat we verder gaan, zijn we even benieuwd. Wat is de Employee Net Promoter Score van jouw organisatie? Als goed is komen de antwoordopties zo dadelijk in beeld. Jante vraagt, krijgen we het webinar ook nog toegestuurd? Uiteraard krijgen jullie het webinar toegestuurd, aangevuld met ons benchmarkrapport, waarin wij schetsen wat de werkbeleving anno 2024 is in Nederland. En de eerste antwoorden die stromen binnen. Laten we kijken wat dat doet met deze resultaten. Op dit moment is er nog een verdeling tussen de antwoorden. We zien bijvoorbeeld een aantal antwoorden waarbij de ENPS zit tussen de 20 en de 30. De plus 20 en 30 wel te verstaan. Tussen de plus 10 en plus 20. Maar we zien ook dat eigenlijk 1/3, Robert, de ENPS nog niet meet binnen de organisatie. Okay. Dus dat is denk ik een hele interessante als we dat zo zien. Daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd van, ja, wat meet je dan wel? Meet je dan een tevredenheidsscore of een engagement score? Laat het vooral achter in de chat. Ik ben onwijs benieuwd. Dus misschien goed dat we net die ENPS goed hebben toegelicht. Volgens mij ga je dadelijk ook nog daarbij bij stilstaan. Zeker. Ja. Het is goed dat we dat nog even zien. Voor de rest gelukkig ook een aantal high performers hoger dan 40. Daar worden we natuurlijk hartstikke blij van. Van organisaties met een hoge ENPS. Dat is altijd fijn om te zien. Absoluut. Nou ja, dan zullen jullie vast hartstikke benieuwd zijn naar hoe die ENPS zich dan verhoudt binnen Nederland. We zien dat de gemiddelde ENPS binnen Nederland op dit moment zit op plus 7. En dat wil dus zeggen, Robert heeft net die ENPS al toegelicht hoe dat precies werkt. Dat zien we dus, de promoters minder die detractors hou je die score over. En dat is echt wel een prima score als we kijken naar de uitdagingen die op dit moment op de markt leven.
We zien natuurlijk dat de arbeidsmarktkrapte op dit moment heel erg speelt. De nieuwe generaties waar Robert bijvoorbeeld net over had, Gen Z, die overal hoog op de lijstje staat. Dus dat is echt wel een prima score. Wat we dan ook zien is dat het percentage promoters wat is toegenomen. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel gepaard dan ook met het percentage detractors wat is toegenomen. Waardoor je onderaan de streep, dus als we kijken hoe dat zich verhoudt over de jaren, ongeveer dezelfde score overhoudt als hoe dat in 2023 was. Nou ja, als we even de tijdlijn erbij pakken vanaf 2018, daar zien we dus best wel een negatieve score op basis van de ENPS van min 3 of min 4. Die vervolgens wat in een hele lichte stijging opgetreden is. En dan zien we eigenlijk tijdens en na corona een gigantische stijging van de ENPS naar plus 12, waar veel aandacht voor de medewerker is geweest. Ja, wat gewoon super, super mooi is geweest. Vervolgens zien we dat daar een kleine dip in is gekomen, maar nog steeds een hartstikke mooie plus 6 score. En als je kijkt naar 2024, dan blijft dat ongeveer gelijk. En dus kunnen we dat zien als een prima score. Nou ja, we hebben vervolgens ook gekeken naar de voorspellende waarden van die promoters, passives en detractors. Dus die ENPS is dus opgebouwd uit 3 verschillende persona. En daar komen natuurlijk ook verschillen uit. En allereerst is het dus interessant om te zien dat binnen organisaties in 9 van de 10 gevallen het percentage passives het allergrootst is. En dat is ook hier weer te zien in het onderzoek waar 55% van de respondenten de passives zijn geweest. Nou ja, wat vervolgens heel interessant is om te zien is de trots en betrokkenheid van de 3 verschillende groepen. Bijvoorbeeld onder de promoters zie je dat dat op 70 en 68% ligt. Maar bij de passives, dus de mensen die een 7 en een 8 geven, die dus echt wel prima in de wedstrijd zitten, is er al een flinke daling te zien in de trots en in de betrokkenheid. Nou ja, kijken we verder naar deze resultaten, dan zie je bijvoorbeeld het sollicitatiegedrag, of de sollicitatieintentie in ieder geval. En daarbij zie je dus dat dat niet alleen maar aanwezig is bij de passives en de detractors, maar ook bij de promoters. Dus dat zijn niet alleen maar de criticasters die wensen te solliciteren, maar dat doen dus ook de promoters. En daarbij zie je dus dat dat op 25% ligt. Nou ja, mensen die een 9 of een 10 geven, die dus echt de ambassadeur zijn van je organisatie, is 1 op de 4 best wel een opvallend resultaat. Nou ja, kijk je dan vervolgens bijvoorbeeld naar de resultaten, concreet naar de verbeterpunten van de passives en de detractors, dan zie je dat dat eigenlijk wel dezelfde resultaten zijn met bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden die belangrijk zijn. De waardering van de leidinggevende, de balans tussen werk-privé en de communicatie. Nou ja, nu hoor ik jullie denken, hoe zit dat dan eigenlijk met die organisatieomvang? Want dat is natuurlijk het hele thema van het webinar. En belangrijk daarbij is om te zeggen dat we 4 verschillende typen organisatieomvang hebben gekozen. Allereerst hebben we dus gekeken naar organisaties met minder dan 50 medewerkers. Die typeren we als kleine organisaties. Nou ja, kijken we vervolgens naar medewerkers met 51 tot 250 medewerkers, zien we hebben we dat gedefinieerd als MKB-organisaties. Medewerkers die variëren van 251 tot 1000 werken bij een grote organisatie. En organisaties met meer dan 1000 medewerkers noemen we de corporates. Nou ja, kijken we naar de ENPS, die verdeeld is over deze 4 verschillende organisatiegrootten, dan zien we daar eigenlijk geen schokkende verschillen in. Zeker niet als je kijkt naar de kleine organisaties, de grote organisaties en de corporates, ligt dat allemaal best wel op een lijn. Er is een kleine, dip wil ik niet zeggen, maar in ieder geval een iets lagere ENPS-score te zien bij de MKB-organisaties. Maar dat mag geen hele grote naam hebben. En waarom die daar iets lager is, daar komen we zo verder op terug als we iets dieper de data induiken. Nou ja, vervolgens hebben we ook gekeken naar hoe die ENPS zich nou eigenlijk verhoudt ten opzichte van generaties. Dus we hebben de grootte van de organisatie ook meegenomen, maar een extra kruising gemaakt met hoe verhouden die generaties zich nou tussen deze groepen. Nou ja, en de allereerste, goed om te kijken naar de legenda, dus naar de kleuren, waar we dus links beginnen met generatie Z en helemaal rechts op de balk zie je dus de babyboomers. En dat zijn dus de oudste mensen die op de arbeidsmarkt werkzaam zijn. Nou ja, kijk je dan naar generatie Z, dan zie je dat zij eigenlijk hartstikke blij en enthousiast zijn bij de kleinste organisatie. Maar zie je een gigantische dip op het moment dat zij werken bij MKB-organisaties. Dus met organisaties met 51 tot 250 medewerkers.
En vervolgens zie je eigenlijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar generatie I, dat zij steeds enthousiaster worden naarmate ze bij een grotere organisatie werken. Die EMPS die stijgt van plus 5 naar plus 15, maar op het moment dat ze bij een corporate gaan werken, worden ze weer iets minder enthousiast. Dat tegenovergestelde geldt eigenlijk weer voor generatie X, die er eigenlijk bij alle organisaties prima in de wedstrijd zitten, behalve bij de grote organisaties. Dus generatie X en Y spreken elkaar daarin wel tegen. Kijken we dan vervolgens naar de babyboomers, en dan zien we een gigantische piek bij de grote organisaties. En is het dus wel duidelijk dat zij het best gedijen bij het werken bij zulke organisaties van 250 tot 1000 medewerkers. Ja, dan is het ook belangrijk om te zien, hè, we hadden het net over die EMPS van plus 7 in Nederland. Hoe definiëren we dat nou? Is dat nou goed? Is dat prima? Is dat perfect? Nou ja, dat kunnen we ook weer koppelen aan dat sollicitatiegedrag. En allereerst kijken we naar de sollicitatieintentie. Dus het zegt eigenlijk al of medewerkers van plan zijn om de komende 12 maanden te gaan solliciteren bij een andere organisatie. En daarbij zien we bijvoorbeeld dat dit gestegen is van 30% naar 35%. En als we kijken naar het daadwerkelijke, ik heb gesolliciteerd de afgelopen 12 maanden, dan zien we daar ook een stijging van 23% naar 30%. Wat ook interessant is, hè, we hadden het net al bij die persona, hadden we het over het sollicitatiegedrag van de promoters. Dus de mensen die heel enthousiast zijn, dus die een 9 van 10 geven, de ambassadeurs van de organisatie. Maar ook daar zien we dus echt een stijging van het sollicitatie, de intentie, maar ook het gedrag zelf. Dus we hebben bijvoorbeeld de intentie die ligt op 25%. Terwijl dat eigenlijk in het verleden, vorig jaar zelfs nog, ongeveer 1 op de 7 medewerkers was. En kijken we naar het daadwerkelijke sollicitatiegedrag, dan ligt dat ook ongeveer op 1 op de 4. Terwijl dat vorig jaar nog 15% à 16% was. Dus we zien echt wel een stijging daarin. Ondertussen kijk ik nog even in de chat of er nog vragen zijn. Robert, zei er nog Ja, er is een interessante vraag van Melanie. Waar zit het in dat promoters toch besluiten te solliciteren? Nou, dit heeft Joep net wel geprobeerd te duiden. Hè, dat de verwachtingen van werknemers richting werkgever, die zijn gewoon aan het verschuiven. Ook de titel van ons landelijke benchmarkonderzoek is ook, prima is niet meer goed genoeg. Dus over het algemeen zijn die promoters echt wel super enthousiast en worden ze echt wel voorzien in hun behoeften. Alleen verwachten ze ook steeds meer van hun werkgever. Gaan we straks ook bij stilstaan, hè? Meer verwachtingen ten opzichte van arbeidsvoorwaarden. Meer verwachtingen ten opzichte van hoe de sfeer is. Meer verwachtingen ten opzichte van de leider. Dus ook daar zie je dat ook die groep zelfs om zich heen aan het kijken is van, hé, wat is er nog meer te vinden naast dat hetgeen wat ik nu al krijg en wat ik nu al heb. Dus daar zijn echt wel verschuivingen in te zien. Zeker. Nou ja, we hebben nu naar het sollicitatiegedrag gekeken hoe dat eigenlijk zich in Nederland verhoudt. Nou zijn wij eigenlijk ook even benieuwd naar jullie perspectief. Als we de vraag stellen, waarom solliciteren medewerkers, hè, bijvoorbeeld bij jullie organisatie, zijn wij eigenlijk heel erg benieuwd naar de antwoorden. Alle antwoorden zijn open, dus laat vooral weten waarom jij denkt dat medewerkers solliciteren en eventueel ook vertrekken bij jouw organisatie. Ja, misschien doe je exit surveys, hou je exit gesprekken. Wat is daar een beetje de rode draad in als je dit soort data, dit soort gesprekken analyseert? En waarom gaan jouw bestaande medewerkers elders werken? Wij zijn hartstikke benieuwd. Cultuur en sfeer. Dat is een goede. Dat gaan we straks ook zeker bekijken. Persoonlijke aandacht. Aandacht inderdaad. Ben ik altijd wel benieuwd. Persoonlijk vanuit waarschijnlijk de leider of misschien vanuit het team. Soms kan er een onderscheid in zitten. Doorgroeimogelijkheden, schetst Iwse, dat zien we ook veel voorkomen inderdaad. Dat is een interessante. Interessante. Bijvoorbeeld wat we vooral hebben gezien bij de kleine organisatie. We hebben net even naar die EMPS gekeken, maar daar zie je ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de thematiek, dat doorgroeimogelijkheden en perspectief en arbeidsvoorwaarden daar minder scoren ten opzichte bijvoorbeeld van de hele grote organisaties, ten opzichte van de corporates. En als je juist weer kijkt naar de corporate organisatie, dat bijvoorbeeld de communicatie en het MT daar weer minder scoort, terwijl dat bij de kleinere organisaties juist weer beter scoort. Dus dat werkt eigenlijk in de tegenovergestelde lijn met elkaar. Ja, nou, Marloes schetst ook de inhoud van het werk en de luisterend oor van de leidinggevende. Dat is natuurlijk altijd onwijs belangrijk. De verantwoordelijkheid die de rol met zich meebrengt. Nou, reistijd is ook natuurlijk altijd een ding. Veel van de zaken die worden genoemd, die zien wij ook terug in ons landelijke onderzoek namelijk.
Want er zijn namelijk een drietal redenen waarom medewerkers elders gaan werken. Aan de ene kant de arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden is niet zozeer een reden om bij je huidige werkgever te vertrekken. Maar het is wel echt een reden om een ander aanbod te accepteren. Omdat je daar bijvoorbeeld elders veel meer kan verdienen of veel meer mogelijkheden zijn. Werkplezier en sfeer gaat onder andere over ook de sfeer, maar ook over ongewenst gedrag en over werkdruk. En natuurlijk leiderschap, wat ook een onwijs belangrijk thema is. Wordt ook meerdere keren genoemd in de chat. Dus volgens mij komen deze drie punten wel heel erg overeen. Nou, als we kijken naar bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, dan zien we dat het belang van arbeidsvoorwaarden in het afgelopen jaar echt significant is toegenomen. Wil niks zeggen over de tevredenheid. Hè? Zoals Joep net ook al schetste, de tevredenheid over arbeidsvoorwaarden verschilt niet onwijs veel. Hoe groter de organisatie, hoe hoger de tevredenheid wel over de arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheden zijn. En bij een kleinere organisatie is dat toch wel wat lager. Maar die verschillen zijn niet enorm. We zien wel over de gehele linie, dus maakt niet uit of je dat bij een klein of bij een corporate werkt, een groot verschil op het belang van zaken. En het belang wil iets zeggen in hoeverre medewerkers dit verwachten van hun werkgever. Als je bijvoorbeeld kijkt vanuit 2020 en 2021, scoorde het primaire salaris en het secundaire salaris. Ja, het was wel belangrijk, hè? Uit een lijst van ongeveer 60 items was het zeker wel in de plek 12, plek 25. Het deed er wel toe, maar het was niet zo belangrijk dat mensen er echt voor gingen solliciteren. Wat zie je na corona gebeuren? Wat zie je vanuit inflatie, vanuit stijgende kosten, vanuit een krappe arbeidsmarkt? Dat het primaire salaris, dus het geld wat iemand daadwerkelijk verdient, aan belang enorm is gewonnen. Dus het is echt nu, het was in 2023 op plek 4. Het is nu het één na belangrijkste voor werkend Nederland is het primaire salaris. Dat is echt extreem. En ook het secundaire stuk is echt gestegen van plek 21 naar, komt zelfs in de top 10 op plek 9. Dus ook daar verwachten medewerkers gewoon veel meer van de werkgever, dat er meer wordt geboden qua secundair, qua doorgroeimogelijkheden, qua ontwikkelmogelijkheden. Dus daar zijn echt wel verschuivingen te zien. En dit maakt echt niet uit of je nou binnen een klein of binnen een grote organisatie werkt. Nederlandse arbeidsmarkt die verwacht hier gewoon veel meer van hun werkgever. Wat we ook zien is dat leiderschap is natuurlijk een onwijs belangrijk thema. Dat hebben jullie net ook al geschetst. Ook in de chat werd dat meerdere keren aangehaald. En we zien dat medewerkers veel meer verwachten van hun leider. In het verleden was een leider die hun afspraken nakomen of die er is wanneer de medewerker een vraag heeft, was in het verleden prima. En we zien nu dat coachend leiderschap, motiverend leiderschap, dat is echt wel de nieuwe norm. En we zien dat het vertrek van een leider gewoon heel veel impact kan hebben op een stukje onzekerheid binnen een organisatie, op een stukje koers binnen een organisatie. Ook daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan dat die impact gewoon groot is. En wanneer we dan kijken naar de verschillende organisatieomvangen, en als we dan kijken naar de sollicitatieintentie van het middenmanagement en het directie en het hoger management, ja, dan heeft het MKB echt wel een uitdaging. Je zag er ook de laagste ENPS overigens. En je ziet hier ook de hoogste sollicitatieintentie van medewerkers die hebben gesolliciteerd. Ja, directie hoger management, gewoon bijna de helft. Dat is extreem. Dus 1 op de 2 directeuren binnen het MKB die gaan hun organisatie verlaten het aankomende jaar. Dat doet iets met sfeer, met cultuur, met visie, met koers. Ja, daar zou echt wel aandacht voor moeten zijn. In iets mindere mate, ook binnen de grotere organisatie speelt dat. Binnen het kleinbedrijf en binnen de corporates is dat toch wel iets minder van toepassing. Waar middenmanagement en directie en hoger management toch wel iets meer op hun plek zitten en ook blijven zitten. Dus hier zit echt wel de aandacht voor deze type organisaties. Als we dan kijken naar werkdruk, wat ook iets zegt over bijvoorbeeld sfeer, zien we ook daar best wel grote verschillen ontstaan tussen de verschillende generaties. Als we kijken naar bijvoorbeeld de babyboomers, nou, die hebben de hoogste werkdruk binnen de kleinste organisatie. Zijn daar misschien ook verantwoordelijk voor een stuk beleidsvoering, of ze hebben daar ook misschien een directeursrol. Maar je ziet daar best wel grote verschillen met de andere generaties. Binnen het MKB, nou, niveleert het allemaal wel aardig uit. Zit de werkdruk ongeveer op hetzelfde niveau. Terwijl binnen de grotere organisatie, generatie X, echt een beduidend hogere werkdruk kent dan de andere groepen. En je ziet er ook binnen dit soort type organisaties dat de werkdruk in zijn algemeenheid wat hoger is. Nou, binnen de corporates, generatie Z, by far de hoogste werkdruk. Dat is op zich wel opvallend, hè? Want nou, die jongste generatie die gaat toch wel vaker bij dit soort type organisatie werken. Vanwege misschien de naam, het mooie plaatje, misschien vanwege de mooie voorwaarden en het toekomstperspectief. Alleen daar hebben ze wel by far de hoogste werkdruk van de verschillende type organisaties. En ze melden zich ook by far het meest ziek. 36% melden ze zich ziek wanneer de werkdruk te hoog of veel te hoog is.
Terwijl de babyboomers en generatie X dat eigenlijk niet of nauwelijks doen. Dus daar zit er echt ook wel verschil. Als je kijkt naar die generaties, echt wel grote verschillen tussen of ze zich ziek melden en hoe ze de werkdruk percipiëren binnen de verschillende type bedrijven, organisaties. Wat ook opvalt is als we de ENPS koppelen aan het aantal dienstjaren. Helemaal links zie je de groep van 0 tot 1 jaar in dienst en helemaal rechts de oudgedienden die langer dan 20 jaar in dienst zijn. En gelijk opvallend is, onboarding vraagt volgens mij binnen ieder type organisatie aandacht. En zeker binnen de grote corporates. We hebben ook bij ons de klanten die zich in dit segment kunnen vestigen. Zien we ook daar dat onboarding echt een onwijs belangrijk thema is. En je ziet ook daar dat die ENPS van die medewerkers gewoon hoog is, met plus 23. Opvallend genoeg is dat bij de andere type organisaties de ENPS best laag is. Zeker bij het MKB gewoon een min. Dus dat betekent dat er meer negatievelingen zijn in het eerste jaar dan medewerkers die enthousiast blijven. Ja, dat vraagt echt wel zijn aandacht. En als je dan verder kijkt in de jaren bijvoorbeeld 1 tot 2 jaar en 3 tot 5 jaar, dan zie je dat juist de kleine organisaties daar het onderscheid maken. Dat die medewerkers daar zich eerder gehoord voelen binnen dit soort type bedrijven. Dat ze eerder enthousiast worden, dat ze eerder misschien ook ander werk kunnen oppakken. En zeker binnen het MKB en binnen de grotere organisaties, ja, valt hier echt een hoop te winnen. Van hoe zorg je nou dat je nieuwe mensen zich de eerste jaren gehoord voelen, dat ze zich fijn voelen, dat ze zich begrepen voelen, dat ze zich kunnen ontwikkelen. Ja, daar zou echt wel de aandacht naar uit moeten gaan. Want hoe langer deze medewerkers in dienst zijn, ja, hoe enthousiaster en hoe positiever ze worden. Zeker als je bijvoorbeeld het verschil ziet als iemand 11 tot 15 jaar in dienst komt of 16 tot 20 jaar in dienst, echt wel de langere dienstverbanden. Ja, dan zijn zeker binnen het MKB en binnen de grote organisaties, de ENPS is gewoon sky high vergeleken met de jaren daarvoor. Dus echt wel onboarding, de eerste 1, 2, 3 jaar, daar zou echt wel de aandacht naar uit moeten gaan. Binnen alle organisaties eigenlijk buiten de corporates. We hebben weer een vraag voor jullie. En die vraag gaat dadelijk bij jullie in het scherm verschijnen. Wat is het percentage medewerkers dat ongewenst gedrag heeft ervaren in het afgelopen jaar? We zijn benieuwd naar jullie reactie en interactie. Joep, zijn er nog vragen binnengekomen verder? Ik zie tot op heden geen nieuwe vragen meer binnenkomen. Vooral hoog in het scherm staan nog de scherpe antwoorden die net gegeven zijn. Dus mochten er nog vragen zijn, dan is daar ook gewoon ruimte voor. Dus stel ze gerust. En als we nu even kijken naar de antwoorden die worden gegeven, dan zijn die eigenlijk vrij unaniem. En dat ligt tussen de 0 en 10%. Eigenlijk wordt daar bijna 100% op geantwoord. Je ziet dus er ook een aantal mensen die toch wat hoger gaan zitten. 10 tot 20% denken te voelen. Scoren. Als we kijken naar het percentage aan ons ongewenst gedrag. Ik zie nog een aantal kleine verschuivingen. Waarbij eigenlijk ongeveer 90% zit tussen de 0 en 10%. Een grote 10% zegt tussen de 10 en 20%. Ik zal jullie verlossen. Dat is het afgelopen jaar 20% geweest. Dus dat wil zeggen dat 1 op de 5 medewerkers ongewenst gedrag heeft ervaren. Dat is dus, als we kijken naar de antwoorden die jullie hebben gegeven, een stuk hoger. En dat zijn natuurlijk zaken die wel heel serieus moeten worden genomen. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat we weer hebben meegenomen. En dan kijken we van, hoe is die sfeer nou echt? Ook daar hebben we weer een kruising gemaakt tussen de organisatiegrootte en de generaties. En wat daar eigenlijk meteen opvalt is de donkerblauwe balk. Wat wil zeggen dat generatie Z dus verreweg het meest ongewenst gedrag ervaart. Dat zie je eigenlijk per generatie. Dus hoe ouder de mensen worden, hoe minder ongewenst gedrag zij ervaren in bijna alle gevallen. Behalve binnen het MKB. Maar het is dus wel duidelijk dat generatie Z verreweg het meest ongewenst gedrag ervaart. Kijken we vervolgens waar dat ongewenst gedrag het hoogst scoort over het algemeen, dan zien we dat ook weer binnen het MKB is. Dus alleen bijvoorbeeld bij generatie X scoort dat niet het hoogst binnen het MKB. Maar we zien dus dat MKB echt wel een type organisatie is, waar of de organisatieomvang heeft, waar dit soort gevallen dus vaker optreden. Dat is een bijzonder geval. Als we even op hoofdlijnen kijken naar welke conclusies we kunnen trekken uit de resultaten die we aan jullie net hebben gepresenteerd.
Dan beginnen we even van links naar rechts bij de kleinste type organisatie. En daarbij hebben we dus gezien dat de kleinste organisaties geen perfecte onboarding hebben. Nou is het natuurlijk moeilijk te definiëren wat is nou perfecte onboarding. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de corporates met een onboarding naar de EMPS daarbij, dan zagen we dat het op plus 23 ligt. Nou ja, kijk je hoe dat zich verhoudt ten opzichte van de kleine organisaties, dan zagen we dat daar een EMPS lag van plus 5. Terwijl die in het tweede jaar lag op plus 15. Dus we zien daadwerkelijk wel die stijging van die EMPS. Maar er zit dus zeker nog wel potentie in een betere onboarding voor die organisaties. Kijken we vervolgens naar de arbeidsvoorwaarden en de perspectief en ontwikkeling, wat dus beter scoort bij de corporates, dan zijn dat ook wel zaken die meegenomen kunnen worden voor kleine organisaties. Hè. Dus om ervoor te zorgen dat medewerkers meer perspectief hebben, weten waar ze aan toe zijn. En ook weten binnen hoeveel jaar ze bijvoorbeeld zouden kunnen doorgroeien en wat ze daarvoor moeten doen, is het belangrijk om dit duidelijk op papier te zetten en te schetsen. Nou ja, kijken hoe dat zich verhoudt binnen het MKB. Daar hebben we dus gezien dat dat sollicitatiegedrag van directie en MT daar eigenlijk het allerhoogst was met 41% en 48% aan sollicitatiegedrag. Dus dat zijn zaken die serieus genomen moeten worden, omdat het natuurlijk wat naar beneden moet gaan. En kijk je vervolgens naar het behouden van generatie X en Y, dan zien we dat die generaties eigenlijk het best hebben gescoord binnen het MKB met plus 10 en plus 8 met de EMPS. Dus dat zijn eigenlijk de generaties die je moet behouden. Nou ja, verder hebben we bij de vorige slide gezien dat er best wel een hoop ongewenst gedrag is. En niet alleen maar binnen het MKB, maar binnen het MKB is die wel het hoogst. Dus daar moet wel de focus op liggen bij het MKB. Dus daar moet een scherpe blik op worden gedaan. Waar komt dat ongewenst gedrag nou vandaan? Heb je bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon waar dit soort zaken mee worden besproken? Goed om heel serieus te nemen. Ja, om daar gelijk op in te gaan, deze vraag vanuit Fijke. Hoe definiëren jullie ongewenst gedrag? Nou, ongewenst gedrag, dat is letterlijk een van de vragen die we hebben gesteld. Hè. Dus in hoeverre heeft de medewerker ervaring gehad met ongewenst gedrag? Maar daarna worden wel een aantal zaken gespecificeerd. Zoals onder andere bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie of agressie of fysiek geweld. Dus dat zijn wel onderdelen van ongewenst gedrag. Maar dat is natuurlijk wel voor iedereen anders. Hè. Die lat ligt voor iedereen anders. We hebben natuurlijk net ook wel gezien met die verschillende generaties. Maar dat is vanuit ons wel de definitie, als je ziet wat we verstaan onder ongewenst gedrag. Ja. Verder is er nog een vraag vanuit Claudia. Wat is de reden dat ongewenst gedrag het meest voorbij komt bij het MKB? Nou ja, ik denk dat eigenlijk ook wel een beetje letterlijk de vertaling is van wat jij net zegt. Ongewenst gedrag is ook weer voor iedereen anders. Ja. En dat zou dus ook zomaar kunnen zijn dat generatie Z bijvoorbeeld het ongewenst zich wat sneller ongewenst bijvoorbeeld aangevallen voelt dan iemand van de babyboomer generatie. Dus ik denk dat heel erg verschilt per generatie. Ja, we hebben nu ook verder niet per se redenen gevonden waarom dit bij het MKB meer of minder is. Daar hebben we niet naar gevraagd. Ja, het enige wat we kunnen concluderen, dat is binnen het MKB, dat er wel wat meer speelt, bijvoorbeeld op het directiemanagement niveau. Hè. Dus daar gaan mensen over het algemeen sneller weg. Je ziet daar bijvoorbeeld ook dat werkdruk wel een ding is. En ook wel dat wellicht ook weer toeleidt tot dat stukje ongewenst gedrag, ongewenst intimiteiten. Echte verklaring hebben we niet, maar dit zou wel de optelsom kunnen zijn van dit soort verschillende resultaten. Ja, dank voor jullie vragen. Ik denk dat we ondertussen wel weer even doorgaan naar wat moeten de grote organisaties nou precies doen. Daarbij hebben we bijvoorbeeld gezien ook dat leidinggevenden een heel hoog sollicitatiegedrag hebben. 42% van het management heeft het afgelopen jaar gesolliciteerd. Goed om daar ook een scherpe blik op te hebben. Nou ja, kijken we bijvoorbeeld naar de babyboomers, dan zien we dus dat daar echt die scoren het allerbest. Als we kijken naar de EMPS, plus 21. Van de babyboomers binnen de grote organisaties. Dus het is natuurlijk, ja, dit zijn de ambassadeurs. Die moet je houden binnen je organisatie. En wat Robert ook net heeft uitgelegd in het Service Profit Chain model, heeft ook natuurlijk weer zijn positieve weerslag op de klant. Nou ja, verder is het ook goed om te kijken naar de werkdruk. Bijvoorbeeld als we kijken naar generatie X, dat ongeveer 2 op de 5 medewerkers een te hoge of veel te hoge werkdruk heeft ervaren. Ja, dat zou ook een reden voor een medewerker kunnen zijn om te vertrekken bij de organisatie. Dus ook goed om daar het gesprek over aan te gaan. En ook
een goede opvolging geven aan de onboarding is echt wel heel belangrijk. Hè. We hebben gezien dat het eerste jaar wordt beoordeeld ongeveer bij een EPS van plus 6. Maar het tweede jaar zakt die al weg naar min 5. En dat wil dus zeggen dat we meer detractors dan promoters hebben. Dus meer medewerkers zitten in het negatieve. Goed om te kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het tweede jaar voor die medewerker eigenlijk net zo aantrekkelijk is als het eerste jaar. Nou ja, allerlaatst kijken we naar de corporate organisaties. Daar bespraken we dus bijvoorbeeld dat het MT, dus de afstand van het MT tot de organisatie, beter scoort bij de kleine organisaties, maar juist weer minder bij de corporates. En datzelfde geldt eigenlijk voor de communicatie. Het zijn hele grote organisaties, maar waar liggen nou precies die verbeterpunten voor deze organisaties? Dan zijn dat op thematiek bijvoorbeeld deze twee punten. Nou ja, verder hetzelfde als voor de grote organisaties. Dan zien we dat de onboarding na jaar 1 eigenlijk nog niet is afgelopen. Dus die onboarding scoorde ontzettend hoog in jaar 1 met plus 23. Maar in jaar 2 zakt deze al weg naar plus 6. Dus dat wil zeggen dat er best wel een groot gat is tussen jaar 1 en jaar 2. En dat er dus echt wel een focus op moet liggen. Nou ja, kijken we als laatst naar de werkdruk. Zien we dat generatie Z de allerhoogste werkdruk ervaart binnen de corporates. Hè. Ongeveer 36% van deze generatie. Dus meer dan 1 op de 3 medewerkers die een te hoge of veel te hoge werkdruk ervaart. Dat is best wel een hoog percentage. En dan zien we dus ook bijvoorbeeld wat Robert net zei. Meestal zien we, of in vele gevallen zien we dat generatie Z gaat werken bij de corporate organisaties. Terwijl ze eigenlijk op EMPS-basis bijvoorbeeld al veel hoger scoren bij de kleinere organisaties. Dus er moet ook goed worden gekeken, is die matcher? En wat kunnen we er vervolgens ook aan doen om het die generatie meer naar hun zin te maken? Nou ja, alles om een medewerker het meer naar hun zin te laten maken, gaat Robert vertellen over een succesvolle employee experience. Ja, we gaan nu bij dit onderdeel stilstaan hoe je nu een succesvolle employee experience opbouwt. Daar zijn verschillende elementen voor in bereik. Maar voordat wij dat vanuit de theorie aan jullie gaan opdreunen, zijn we even benieuwd. Wat zijn voor jou de belangrijkste elementen voor een succesvolle employee experience? Dus waar moet jij als organisatie minimaal voor doen om ervoor te zorgen dat die medewerkerbeleving op een hoog niveau is of blijft? Zijn we benieuwd naar de antwoorden in de chat? Zijn er ook nog vragen verder over het rapport? Dat is inderdaad te downloaden, maar Henk-Jan, we sturen het rapport ook naar je toe. Dus je wordt van alle gemakken voorzien bij deze. Nogmaals, geef je antwoorden in de chat. Wat zijn voor jou de belangrijkste elementen voor een succesvolle employee experience? En wat denk je wat een organisatie minimaal in place moet hebben om succesvol te werken aan employee experience? Nou, de eerste antwoorden komen binnen. Het gaat over enthousiasme vanuit de leiding. Zeker belangrijk, hè, wat we net ook al zagen. Sollicitatieintentie binnen het MKB bijvoorbeeld van de leiders onwijs hoog. Ja, dat doet ook wel iets met employee experience van de gehele organisatie. Waardering, aandacht, learning and development, plezier naast het werk. Nou, dat is zeker ook onwijs belangrijk, geeft Marloes aan. Ja. Rianne noemt autonomie, leiderschap, waardering en ontwikkeling. Dus dat is zeker ook richting de persoon, maar ook wel de ontwikkeling van het individu. Je hoort erbij, mooi, dat je een cultuur waar je bij past inderdaad, behouden, begeleiden, mooi. Sfeer en arbeidsvoorwaarden, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Nou, daar worden een hoop interessante elementen benoemd. Waardering en perspectief, dat is ook zeker zo. Laten we vanuit de wetenschap kijken wat de wetenschap hierover schetst. En welk model wij gebruiken is het outside-in model. Dat outside-in model is geschreven door een tweetal Britse wetenschappers. En in dat model word je eigenlijk gedwongen om van buiten naar binnen naar je organisatie te kijken. En in dat model ga je dus jezelf kritisch spiegelen op een zestal elementen, verdeeld onder een drietal pijlers eigenlijk, om te kijken van oké, hoe goed weet ik nou die experience van mijn mensen te beïnvloeden? En die drie pijlers die gaan aan de ene kant over het richten van je organisatie, dus waar ga je met elkaar naartoe? Over de inrichting daarvan, dus meer van oké, hoe zijn we georganiseerd intern? Maar ook over het verrichten, dus hoe goed presteren we dan op deze thema's? Nou, als je kijkt dan naar het richten, dan is het eerste punt gaat over in hoeverre je strategie is vertaald naar een belofte voor je medewerkers. Die belofte is echt wel belangrijk. En wat beloof je nou je mensen wanneer ze bij jouw organisatie komen werken? En dan punt 2 is, heb je ook al begrip, heb je ook al kennis van die ervaringen passende bij die belofte? Dus weet je hoe medewerkers dat nu ervaren en waar daar nog gaten in zitten om die ervaring wel te realiseren? Als het gaat over inrichten, dan gaat het over de medewerkerreis.
en over cultuur. Als je kijkt naar de medewerkerreis, dat is eigenlijk een aaneenschakeling van contactmomenten tussen medewerker en organisatie. En achter al die contactmomenten zitten aan de ene kant mensen, aan de andere kant ook processen. Ja, in hoeverre heb je die processen, heb je die interactiemomenten met jouw mensen op orde? En Employee Journey gaat niet alleen over onboarden. Het gaat ook inderdaad over learning and development, over ontwikkeling, wat natuurlijk ook veel wordt geschetst. Dus dat is ook zeker belangrijk. Als je kijkt naar cultuur, dan gaat het over welke afspraken heb je gemaakt met elkaar over houding en gedrag. En worden die ook weergegeven bijvoorbeeld in die gewenste medewerkerbelofte, in die gewenste experience. Dus in hoeverre is je cultuur daar al en moet je daar nog stappen in zetten. Als laatste gaat het over verrichten. En dan gaat het over, oké, als je dat dan weet, hè, je weet waar je naartoe gaat, je weet hoe je bent ingericht. Dan moet je ook weten hoe je daarop stuurt en of je je prestatie aan het realiseren bent, ja of nee. Dat doe je door middel van je metrics. Wij gebruiken daar bijvoorbeeld een ENPS voor, hè, als belangrijke KPI. Ja, en er wordt heel veel geschetst over leiderschap, over aandacht, over ontwikkeling. Dat kan je ook weer schalen onder governance. Dus zijn bepaalde verantwoordelijkheden belegd over wie waar verantwoordelijk is over employee experience binnen de organisatie. Dat is echt geen feestje van alleen HR, maar er moet juist ook in de hele lijn worden beleefd dat iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is om die gewenste medewerkerbeleving te realiseren. En als je dan kijkt naar hoe je dit pragmatisch kan aanvliegen, geloven wij echt in een, noem het een programmagedachte. En dat programma, dat is niet alleen maar een los medewerkerstevredenheidsonderzoekje of een keer een vitaliteitstraining of een workshop over veerkracht. Maar dat gaat over de jaren uit en dat begint echt met een stip op de horizon. Van hey, waar wil jij naartoe met je medewerkers? Wat is voor jou het doel wat je wilt bereiken op basis van je employee experience? Dat is onwijs belangrijk, want die stip gaat je ook helpen in het maken van keuzes. Stel jij wilt de organisatie worden met de beste ontwikkelmogelijkheden, waar iedereen naar komt werken om zich volledig te ontwikkelen tot een betere professional. Ja, dan zou je moeten werken aan een academy of aan een L&D-programma, of dan zou je daar veel moeten investeren. Dat is weer heel anders dan dat je een organisatie wilt zijn waar bijvoorbeeld men gelukkig is. Nou, dan zou je iets meer moeten inzoomen op bijvoorbeeld werkgeluk en op bepaalde happiness-trajecten. Nou, hartstikke leuk als je dan die stip op de horizon hebt bepaald. Maar ja, je wil er ook komen. En hoe je daar gaat komen, kan je weer bepalen in je strategie. In je strategie breng je dus focus aan op de zaken die je wel doet en vooral de zaken ook die je niet doet. En dat biedt eigenlijk houvast in hoe je komt tot dat gewenste doel en die gewenste stip op de horizon. Wanneer dat bekend is, ja, op een gegeven moment moet je wel gaan meten. Van oké, hoe staan we ervoor? Hoe maken we stappen? Hoe gaan we op basis van onze type organisatie, hoe gaan we daar nou feedback ophalen? En hoe gaan we nou zorgen dat dit hele programma ook goed wordt gemanaged? Ja, daar zou je ook met elkaar goed naar moeten kijken van oké, welke stakeholders betrek ik nou wanneer om te bepalen, om te zorgen dat dit programma van employee experience een succes wordt. Nou ja, onderzoek alleen maakt geen enkele organisatie beter. Net als de thermometer bij de arts ook niet, nog nooit iemand heeft beter gemaakt. Dus je zou ook moeten opvolgen. Opvolgen naar ieder onderzoek is gewoon extreem belangrijk. Onderzoeksresultaten moeten niet in de la of in de mailbox blijven. Maar er moet echt actief opvolging worden gegeven aan alle relevante onderwerpen. En binnen de gehele organisatie moet dat worden opgevolgd. Zeker de eerste 3 tot 4 maanden na zo'n meting is dat gewoon super belangrijk om dat goed te doen. Om echt met elkaar de resultaten te bespreken, om acties te koppelen en dan daarmee aan de slag te gaan. Maar we weten allemaal dat de praktijk een stuk weerbarstiger is. Niet al dit soort acties die kun je concreet vandaag of morgen oplossen. Er zijn ook bepaalde vitale processen binnen jouw organisatie die altijd uit het resultaat komen. Denk bijvoorbeeld aan de communicatie. Denk bijvoorbeeld aan leiderschap. Denk bijvoorbeeld aan directiemanagement. Het zijn allemaal procesjes, allemaal resultaten waar je echt iets mee kan doen. Nou, daar kan je bijvoorbeeld onderdelen vanuit de Lean-koffer voor gebruiken in relatie tot continu verbeteren. Om die processen, om die stappen echt een keer neer te zetten om met elkaar te verbeteren. Dus hoe je volgens ons werkt aan employee experience is dat je er dus een programma van maakt. En dat je met elkaar heel gericht werkt naar een doel. Je bouwt daar een strategie op. Op basis van die strategie ga je meten en opvolgen. En om echt stappen te zetten, ga je continu verbeteren in je gehele bedrijfsvoering, in je hele organisatie. Zijn er verder nog vragen binnengekomen? Ik zie dat er geen nieuwe vragen binnen zijn gekomen. Dus mochten er nog vragen zijn, dan zou ik dat zeker doen, want we zijn in de afrondende fase. Dus mocht je nog vragen hebben, laat het vooral even weten. Yes, nou dan gaan we inderdaad ook afronden.
Mocht je nog tips hebben voor een volgend onderwerp die wij kunnen behandelen op basis van Employee Experience, laat het ons dan gerust eventjes weten. Jullie ontvangen na afloop ook een korte evaluatie. Wat vond je van het webinar? Je kunt het rapport ook downloaden. Voor de rest zijn wij volgens mij door onze stukken heen. Voeg ons ook toe op LinkedIn. We posten af en toe ook wat leuke zaken over dit specifieke onderwerp. Het webinar komt er ook al op te staan. Dus ja, mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust. Zoals Daan ook al aangeeft, de download komt ook na afloop van het webinar. Dus blijf nog heel eventjes hangen, dan kan je het rapport gelijk inzien. Maar we zullen het ook proactief naar je toesturen. Vanuit mij, bedankt voor jullie tijd. Bedankt voor de aanwezigheid. Ik zie nog een laatste vraag binnenkomen trouwens van Melanie. Hoe neem je de medewerkers het beste mee in de groei van een bedrijf? Hoe neem je de medewerkers het beste mee in de groei van je bedrijf? Ja, als je een groeistrategie hebt, dan wil je waarschijnlijk ook met je medewerkers of met je organisatie ergens naartoe. Je hebt daar een stip op de horizon voor bepaald van oké, we gaan groeien van 10 naar 50 naar 100 medewerkers en dat doen we met deze propositie, met deze dienstverlening. Het is ook goed om je medewerkers er ook mee te schetsen. Wat dat betekent voor je interne employee experience, wat betekent dat dan voor je mensen concreet? Wat gaat het zijn als we dadelijk zijn voor 2, 3, vertienvoudigd en hoe is het werken dan binnen deze organisatie? Aan de ene kant is dat dus dat doel is heel belangrijk om te bepalen. Aan de andere kant is communicatie daar ook gewoon key over. Van medewerkers, wat kunnen jullie van ons verwachten? Wat zien wij in de toekomst gebeuren? En hoe gaan jullie daarin meenemen? Dus ja, communicatie is altijd belangrijk. Een doel erin zetten is altijd belangrijk. En gewoon eerlijk schetsen wat medewerkers daadwerkelijk kunnen verwachten. Want ja, als medewerkers het gevoel hebben dat die organisatie verder van hen afbeweegt en er wordt niet over gecommuniceerd, dan raak je ze kwijt en dan verlies je je mensen. Dan zie ik nog een laatste vraag binnenkomen van Bodine. Kan je strategie ook zijn om de gehele employee experience te verbeteren en daarin te spelen op de behoeften van je medewerkers, in plaats van dat er vanuit HR wordt bepaald wat wij belangrijk vinden? Zeker. Dat het altijd een hele mooie ambitie is om de gehele werkbeleving te verbeteren. Maar ik zou wel altijd starten met hetgeen wat de meeste impact maakt. Dus als bijvoorbeeld bepaalde zaken echt niet goed genoeg georganiseerd zijn, bijvoorbeeld over interne communicatie of over samenwerking, en dat is heel belangrijk voor die medewerker, ja, ga dan daar eerst op focussen, zeg maar. En ga ook vooral focussen op hetgeen wat je als wie als organisatie wilt zijn. Wie wil jij betekenen? Wat is jouw stip op de horizon? En ga op basis van die stip keuzes maken op welke facetten van de employee experience je wilt verbeteren. Dat zou mijn advies zijn. Nou, dan zijn we nu door de vragen heen. Nou, dan gaan we denk ik afsluiten. Dat denk ik ook. Jullie bedankt vanuit mij. Van mij ook. Ik vond het waardevol dat jullie ook heel interactief meededen in de chat. Dank daarvoor. En, dan wensen we jullie een hele prettige, zonnige dinsdagmiddag is het vandaag alweer. Ja. Bedankt. Inderdaad. Tot ziens.